Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag zijn Robin en ik in een iets andere Minecraft wereld. En het is een gewaagde poging om dit te doen op mijn kanaal, maar ik hoop dat jullie het leuk vinden. Robin, welkom in een Harry Potter wereld. In een wereld vol avonturen. In een wereld waar wij samen de grootste tovenaren gaan worden. En Voldemort moeten verslaan. Wauw, hoe is het jouw kamer? Ja, welkom in de kamer. Oh, kijk, oh, mijn pillen. Ik heb astma. Ik wil niet dat je mij... Waar neem je op dan? Ja, dat had je nog niet in deze tijd. Ook al even in dezelfde tijd als nu. Maar ik schaak vooral gewoon. Oh ja, je houdt je bonsaiboompje bij en zo. Ja, ja, hey, maar... Robin, ik zag net een uil. En die had volgens mij een briefje achtergelaten. Wat heb jij trouwens je handen, gek? Wat sta je, is dat zo? Ja, ik heb vuistjes. Oh. Maar ik zag dat er een brief was achtergelaten door een uil op onze deurstop. Ik kan het wel ook even aan jullie laten zien. Moet je nog even plassen voordat we gaan, Toos? Eigenlijk wel, want... Ik zeg Toos, maar... ja, ga maar. Ik kijk wel de andere kant op. Lukt het? Of... Je hebt geen wc-papier meer. Maar je zegt toch plassen? Ja, dat moet je toch ook schoonmaken? Ja, dat klopt. Oké, laten we naar beneden gaan. Hé, hey, kijk, dit is trouwens gewoon oprecht Harry Potter's huis. Hier is de kast waar hij in slaapt. Ja, klopt. Hallo! Hallo! Nee, maar goed. We kunnen wel even ronddwalen door het huis en pannenkoekjes eten en bordjes pakken en weet ik veel wat allemaal. Maar ik denk dat we gewoon gelijk die letter kunnen pakken. Ja. Want ik zag dat hij hier was. Kijk, hier is de letter. Inspect de letter, weet je. Ik pak hem wel op. Ik pak hem wel op. Ja. Nou, ik wil ook lezen. Dit is de brief van Hogwarts School of Witchcraft and Wizard Tovenarij. Wizardry. En we zijn eigenlijk, dat hier gewoon staat, dat we geïnformeerd worden, dat we zijn aangenomen. En dat we naar school mogen. Yeah! Oh. Robin, we zijn geaccepteerd. Ja. Yes. We moeten wel dingen kopen bij Diagon Alley. Diagon Alley. Dat is toch die straat met waar die baksteentjes zo toe gaan. Dus waar moeten we heen? Ik denk dat we gewoon een pad moeten, toch? Ik pak heel even mijn tas. Want, ja, ik heb inderdaad ook een tasje hier, zie ik. Oh, ik heb een treinticket. Oh, zo. En dan... Ah, nu heb ik mijn inventory geopend. Letter from Hogwarts. Hogwarts supply list. Wat moeten we hebben? Nou, je moet shift. Oh, ja. Ah, zeg het eens. Jij bent mijn gids. Ja, we moeten eigenlijk de manier vinden hoe we nu naar Londen komen. Want daar zijn we uitgenodigd. Ah, we moeten naar Londen toe. Nou, we zijn, zoals je kan zien, in deze straat is niet Londen natuurlijk. Dus laten we gewoon op pad gaan. Ja. Ik heb dit zelf nooit eerder gespeeld, dus ik ben heel benieuwd wat hier allemaal gaat gebeuren. Ik heb ook een paar filmpjes natuurlijk gezien van hoe het eruit gaat zien. En het blijkt zo lijp te zijn, jongens. Dus vind je dit nou leuk? Laat dan zeker even een like achter. Want het is een gewaagd move. Maar bij 3000 likes op deze video doe ik er nog één. Doe ik deel 2 erachteraan. Hé, de bus, Robin! Kijk eens, de bus. Is dat de bus? Moeten wij die pakken? Ja, moeten we gaan de buschauffeur staat er. Ah, je kan naar Londen travelen met de Nights bus. Ah, is het de bus... Oh, wat heeft zij gezegd van de tijd? Hij knippert zelfs. Ja. Oké, doe jij de conversatie maar met hem. Ja, hij zegt, welkom to the Night bus. We zijn het juiste transport wat jij zoekt. En zijn naam is Stan Shunpike. En hij is onze buschauffeur voor... Oké, nou, zeg maar dat we graag met hem mee willen gaan naar Zwijnstein, zoals de Nederlanders het zou zeggen. Naar Dumbledore, naar Perkamentus. Hé, hey, hallo. Oh. Waar willen wij? Naar de Leaky Cauldron? Ja, daar moeten we naartoe. Yes, nou, dan gaan we dat doen. Laten we gewoon naar binnen. Ja, daar gaan we. We zijn onderweg, jongens, met de bus. Gaat u ook rijden? Dat zou ik leuk vinden. Oh nee, maar maakt niet uit. Helaas. Traveling to the Leaky Cauldron. Oeh, dat is toch... en latere delen van Harry Potter. Oh nee, dat is natuurlijk in deel 1 inderdaad. Daarachter is dat muurtje die dan open gaat. Yes. Niet? Oh, maar is dit mooi gebouwd, zeg. Volgens mij is dit ermee. Hier, kijk aan. Ja, dit is de Leaky Cauldron. Pub en in. Dit is een Engelse pub. Gewoon. Nou, we kunnen niet deuren openen. Dat is ook een beetje onbeschoft. Laten we maar gewoon rustig doorlopen. En dan gaan naar waar wij heen moeten. Kijk, hier heb je allemaal mensen netjes in pakken zo. Oeh, dit ziet er goed uit, ouwe. Je vliegt al een theepot. Huh? Maar dat is toch, ze doen er toch altijd vet geheimzinnig over? Oh, hij gaat inschenken hier, kijk. Ja, alleen... in het verhaal ook, de Leaky Cauldron is alleen te zien voor tovenaars. Ah, voor tovenaressen en tovenaren. Hey, zo, hoe is het met jou? Met de barman. Hij is de innkeeper, hij is de pubkeeper. Tom heet hij. Ja, kan je informatie geven? Want we moeten de ingang vinden naar Diagon Alley. Ja, ik kan vragen hoe we daar komen, of hij dat weet. Misschien weet hij het al. Hij zegt dat er een kleine ingang is in een smal steegje achter. Achter? Dus misschien dat we een achteringang kunnen vinden. Hij zegt, oh, je moet op de juiste steen klikken en dan... Ja, hier. 100%. Ik heb het gevonden. Oké. Hagrid! Hagrid, mijn min! Wat ben jij huge? Oh, bij deze Hagrid. Oh, wat ben je groot! Ik heb Hagrid gevonden. Hé, hier staat ook een kistje. Die kun je ook openen. Een kistje? Kunnen we looten? Of? Ja, door de hele map staan er kistjes. En die, wat zit erin? Ecoins. Kan ik ze steken? Ik ga ze gewoon nakken. Een chocolate frog ook. En bundle of hairs en blue power. Prima. Hallo! Hallo Hagrid. Wat heeft Hagrid te zeggen? Hij vraagt of we naar Diagon Alley moeten. Ja, Hagrid heel graag. Oké, hij vraagt of we nieuwe studenten zijn. Ja, dat klopt. We zijn daar een kleine... hij zegt dat we naar de bank... met z'n tweeën. Hij zegt dat we naar de bank moeten. Hagrid, doe je ogen open. Naar de bank. Ja, we moesten de juiste steen raken. Hier, deze. Zal ik het doen? You weren't... Oh, I wanted to... turn back. You ja, jij moet ook nog heel even praten, want hij wil ook weten wie jij bent natuurlijk. Hallo, Hagrid! Ja, ik wil mijn school supplies hebben. Dankjewel voor de help, Hagrid. Alright. Nou, klik er maar. Komt-ie. 1, de tweeën. Oh, maar deze, dit gaat er waarschijnlijk heel lijp uitzien. Ik heb vertrouwen dat... Oh, dit is lijp, ouwe. We gaan gewoon Diagon Alley in. Oh my days, wat is dit sick. Ik heb hier zoveel zin in om dit gewoon te gaan spelen. Hier, kijk dit dan. Dit is Diagon Alley. Oh, maar dan kan die duif zitten ook echt naar rechts. Ja. Wow. What the fuck? Wat lijp. Hier kan je dingen kopen, supplies, je kan je quests solven voor de shop owners. Ja, maar we gaan natuurlijk wel de main storyline als die er is volgen, hè. Dan moet natuurlijk echt het hoofdverhaal wil ik eerst volgen. Hé, ik zag Ollivanders winkel, want dat is de bank. Ja. En de bank is natuurlijk echt... Wacht even, aan de weg van die kleine imps allemaal. Nou, daar zijn we dan. Daar zijn we dan. Goeiedag, mede tovenaren en tovenaressen. Jullie zijn allemaal al... Is dit trouwens niet, hoor? Hoe heet die vrouw ook weer? Die in een kat kan vallen. Die lijkt er echt heel erg op. Ja, ik snap wie je bedoelt, ja. Nee, de muur gaat weer dicht. Alright, ons doel is de Gringotts Wizardry Bank. Nou, ik weet dat die helemaal daar aan het eind... is. Ik heb natuurlijk Harry Potter gezien. Dus 100% is die aan het einde. Praten. Wat lijp, hé. Wat ontzettend lijp gedaan, dit. Hallo, jongens. Mooie muts. Hallo. Ja, mooie hoedjes hebben ze allemaal op. En wanneer krijgen wij een hoedje? Ja, die moeten we gaan kopen. Ja, oké. Hoedje trouwens. Hebben we... Ja, een tovenaarshoed. Dat hebben ze toch helemaal niet in Harry Potter, echt. Tovenaarshoeden. Ja, alleen Dumbledore heeft zo'n raar slaapmutsje. Hé, wat is dit? Flesje op de grond. Deuren kunnen gewoon overal naar binnen ook. Wat is dit? Dit is een kapper. Oké. Maar laten we naar de bank gaan. We kunnen nu wel elk winkeltje gaan bekijken en weet ik wat allemaal. Ja, precies. Maar dat komt allemaal wel, jongens. We moeten waarschijnlijk meerdere winkels in. Daar is de bank. Kijk, die L hierboven. Oh, maar deze gaat inderdaad. Wat lijp, hé. Er gaat gewoon vliegen gewoon een L die kant op. Oh my days. Alright, wat is dit? Want waar is die Wolfers winkeltje? We moeten er nu nog niet heen natuurlijk, maar... Dat is... Ja, daar zijn we al voorbij. Dat is uiteindelijk waar we sowieso onze toverstaf gaan krijgen. Ja, dat klopt. En hier, dit is Ollivanders. Oh nee, die is hier, ja. Dat was niet Oliver, Ollivanders. Ja. Ja, hallo! Daar moeten we nu niet heen. Staat hij er ook echt... Oh my days! Hij lijkt er echt op. Wat goed, ouwe. Oké. Maar de bank is hier. We hebben waarschijnlijk eerst geld nodig. Dus ik gok dat Hagrid daar ook weer te vinden is. Hallo. Dan gaan we ons geld... Hallo, meneer. Welkom bij de bank. Nou, daar zijn alle imps. Oh! Ja, er zit een opperimp zit hier. Opperimp. Hallo meneer. Ik wil graag geld lenen. Kunnen we niet achter hem langs, dat we hier naar boven moeten? Nee, we moeten naar die guy daar. Je moet met deze mannetje praten. Ja, kun je me helpen? Ja. Hij heeft geen pupillen. Wat zegt hij? Of we geld willen inwisselen, ons muggle money, dus onze euro's, voor wat Harry Potter geld. Wat Harry Potter geld. Ik wil heel graag wat Harry Potter geld. Nou, ik heb 250 Harry Potter geld gekregen. Ik wil ook. Ik need money. Yes, naar de nieuwe currency. 250. Hoe heet de currency hier? Ja, dat weet ik even niet meer. Noem het gewoon doekoes. Ja, 250 doekoes. Yeah! Nice. Oké, we hebben geld ingeruild. En nu moeten we naar onze dingen gaan. Kan je dan in je inventory kijken? Daar kan je inderdaad zien 257 value. Dus 257 doekoes heb ik. Yes. En we hebben 3 quests gekregen. En we hebben quests inderdaad. Ja, quests. Boeken. Een toverstokje. Ja, en, ropes. Oh, dat is natuurlijk de outfit moet je ook hebben. Wat doen we eerst? Ja, zeg het maar. Gewoon een wand doen? Ja, we eerst wel de wand kopen. Gast, ik vind dit zo ontzettend ziek. Ik ben zo fucking hyped hierover. Ik heb echt zin in gewoon om verder te spelen. Alright, laten we doorlopen inderdaad. En dan nu naar de Ollivanders. Een winkeltje, dat is hier links. En dan gaan we een toverstokje kopen, jongens. Ik ben benieuwd of we het allemaal zelf krijgen. Nou, laat ik de deur achter me dicht doen voor de tocht. Hallo, Ollivander. Ik vind het spannend. Ik ga al eerst. Ik wil graag een toverstokje kopen. kopen. Heb je een wand nodig? Ja, nou wel, natuurlijk. We moeten er een paar proberen, voordat we de goede vinden voor jou. Bla, 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 bla. Je ziet, de beste resultaten komen altijd... Ja, oké. Het gaat om de band tussen het stokje en het persoon. Daar heeft hij het over, jongens. Dat je natuurlijk de beste moet zoeken voor jezelf. Oké, ik moet 3 dingen zoeken. Jij ook, denk ik. We zijn er met elkaar praten. 3 toverstokjes. Ik heb deze vastgecollect. Dat is 1. Dan laten we verder zoeken naar de andere. Nou, er zijn er natuurlijk nog een stuk meer. Hé, geld. Ik snak gewoon Ollivanders' monies. Ja, tuurlijk. Oh, hierheen. Zie je nog meer? Kunnen naar beneden hier. Ja, ik denk naar beneden. Ja, ik denk dat je gewoon moet zoeken. Dat je gewoon moet zoeken. Het is wel donker hier. Het is heel donker. Oh, het is heel donker. Oeh, nee, we kunnen hier nog niet naartoe. Het wordt donker. Nee, inderdaad. Nee, oké, dan gaan we hier niet heen. Dan gaan we hier niet heen. Ik denk dat dit misschien voor de quest ooit voor hem is. Laat ik naar boven gaan. Ik denk dat het een logischere plek is om iets te vinden dan hier beneden. Ja, daar zie ik er nog één. Collect. Juist. Oké, dan heb ik er 2. Dan moet ik er nog eentje vinden. En jij ook, hè? Dat was goed. Gewoon dezelfde allebei. We gaan gewoon samen naar school, hè, Robin? Ja, yes. Hoe gezellig is dat? Gewoon samen. Had ik nog wel gedroomd. Naar Zwijnstein. Hierop. Oké, alle 3. Dan moeten we weer naar Ollivander toe. Hé, hey, hier zijn een... Loop eens naar die deur toe, even. Can you lock with the charm Alohomora? Oh, wat is Alohomora ook? Dat is toch gewoon sleuteltjes? Ja, daar kun je deuren mee openen. En volgens mij gebruiken ze dat in de films ook. Hermeline gebruikt die spel volgens mij het meest. Alright, Alohomora. Of zo weet ik wat ze zegt. Nou, ik geef even mijn doosjes aan hem. Ja? En dan mag je zelf een beetje kiezen, of? Nou, daar staat hier heel veel tekst, maar ik heb het sokje gekregen. Hier heb je je wand. Wonderful. Ja, very goed. Very goed, very nice. Wij lezen het wel trouwens gewoon voor jullie kijkers. En dan vertalen we het een beetje. En dan vertellen we in de hoofdlijnen wat we moeten doen en zo. Want jullie hebben allemaal geen zin om die hele tekst te lezen, dat snap ik. Alright, ik heb een hazelnootwand gekregen. Oh, natuurlijk. Hazelnootjes. Ja. Give it a swing. Hier. Oh, maar er gebeurt wel wat als je dat doet. Kijk, ik heb dat gedaan. Dubbelklik rechtermuis. Dat deed ik. Maar we kunnen gewoon nog niet meer. Weet je waarom? Het ding is, we hebben nu wel een toverstokje natuurlijk. Maar we zijn nog geen tovenaars. We zijn noobs. We hebben nog geen les gehad. We hebben nog geen klas gevolgd. Dus we moeten natuurlijk wel dingen gaan leren. Maar voordat we dat doen, laten we even de questboek openen. Ja. En dan zullen we schoolboeken kopen. Ja, dat zal ook wel handig zijn, denk ik. Moeten we even zoeken waar het is. Oh, dat zie je natuurlijk ook op dat mapje onderin. Kijk, als ik draai, links onderin zie je dat bolletje ook meedraaien. Oké, laten wij naar de boekenwinkel gaan. En dat zal ik zie het bord. Hier zijn. Waar? Schoolboeken. Is het? Schoolbooks. Ah, inderdaad. Top. Oh, je ziet ook allemaal boekjes buiten. Leuk dat ze dat zo gedaan hebben. Joe, de trein gaat vertrekken. Oh, jij daar. Hey. Vergeet even niet, voordat we met de trein gaan, eventjes te abonneren en eventjes te liken. We gaan voor die 3000 likes, dus like zeker eventjes, want je wilt dit gewoon verder zien. En laat meteen even in de reacties weten wat jouw leukste Harry Potter moment uit de film is. Lijkt ons leuk om te weten. Nou, dan ga ik snel naar de trein. Joe. Joe. Kijk eens. Deurtje weer dicht. Hallo man met je snor. Kijk die bril hier. Wat lijkt. Hij vraagt hoe hij ons kan helpen. Ik wil graag ik ga wat boeken kopen. Gast, als je tovenaar zou zijn, zou ik echt de grootste nerd ooit zijn. Ik zou legit gewoon 24/7 bezig zijn met school om de beste tovenaar ooit te worden. Gewoon. Ja, precies. Nou, ik heb alle boeken gekocht. Oké, ik ga boeken kopen. Hoeveel kost dat? Purchase Hogwarts Books. Ah, dat kost wel veel, ouwe. Dat zeg ik net. Ik zou... Nee, wacht even. Jij hebt iets anders. Oh, hier. Kijk. Fantastic Beasts. Moet ik die kopen? Ja, je moet alle boeken kopen. En dan nu die. Potion Making. Ik heb spells. Dark Forces. Oeh. Transformatie waarschijnlijk. En die heb ik geen geld voor. Tales of the Bleeding Bard. Die kan niet. Klopt dat? Nee, die hoeft je niet. Die is nog niet voor ons jaar bestemd. Nee, we zijn nog eerstejaars natuurlijk. We zijn noobs. Nou, we hebben schoolboeken. Kom je mee? Zitten ze waarschijnlijk in ons rugzakje. Ja, weet je niet. Ik ben een beetje onbeschoft door iedereen zijn huis rondrennen. Ja, maakt niet uit. Laten we nu even de goede quest... Oh, de deur open. De goede quest opstarten. Namelijk... Die is al opstarten. Dat doet hij automatisch. Ah, en die is weer die kant op. Ja. Waarschijnlijk is hier ergens de kledingwinkel. Hallo dames. Dit is die vriendin van Harry Potter die uiteindelijk doodgaat. Spoiler alert. Nou zeg. Sorry. We moeten vrienden maken, Max. Ja, oké. Dit is mijn mattie. Dit is Carnarol. Carnarol. Hallo, Carnarol. Carnarol. Ah, we zijn er. Is hier de kledingwinkel? Ja. Ah, School Formal Wear. Ja, ik ben zo benieuwd. Dan gaan we uiteindelijk een beetje goed uitzien. Want kijk dan, je ziet eruit als opa Toos. Ik heb letterlijk een jurkje aan. Ja, dat is niet wat je wil. Ja, ik wil mijn uniform kopen. Er is een jonge gozer achter in de winkel. Die is nu zijn kledingmaat aan het passen. Dus... Gast, even tussendoor, sorry. Maar die paintings, die bewegen daadwerkelijk. Ja. Het zijn gewoon echt net zoals in Harry Potter de kijkende... Oh, maar deze. Ik koop een sjaal. Ik wil ook een hoed. Nou, dat mogen eerstejaars niet. Dat mag alleen als je echt een afgestudeerde... Shit. Oh, je moet of een hoed of een sjaal. Nou heb ik de sjaal gedaan. Oh, dan neem ik de hoed wel. Nee, ik neem de hoed wel. Dan ben ik de hoofdovenaar. Jij bent mijn assistentje gewoon. Met je sjaal. En dit kan nog allemaal niet. Alright, laat mij met deze bitch praten. Hey, ik wil graag een schooluniform. Ah, Hogwarts. I've got a lot here. Ja, ik kan het zeggen. Logisch dat je hier veel hebt. Ik wil een uniform kopen. Ik wil... de housrobe natuurlijk, ja. Ik wil niet de scarf. Ik wil de student hat, dat wil ik heel graag hebben. Ja, absoluut. Dan de suspender trousers wil ik hebben. Oh, kon ook die andere. Ah, je gast kon nog veel meer halen. Kon ook een blue coat. Nee, dat kan. Dat kon nog niet. Dat is ook nog voor later. Ja, we zijn natuurlijk wederom eerstejaars. Dus goodbye. Hoe zie ik eruit? Gast, je mond is bedekt. Ja, ik heb het koud. Wat ben je breed? Ik heb het koud. Kom even naar buiten. Oh, kom even naar buiten. Gast, wat ben je breed? Oh, mijn... Oké, wacht. Ik ga mijn spulletjes ook equippen. Hoe zie ik eruit? Oh, mijn days. We zijn volwaardige tovenaren geworden. Yes. Alleen ze had het nog wel over iemand achterin die ook aan het passen was. Ja, laten we even kijken wie dat is. Wie is er achterin aan het passen? Dat is hier, hè? Hey! Hey, dat is Malfoy. Ja! Hey, Malfoy, bitch! Hallo, Hogwarts, mijn naam is Draco Malfoy. Malfoy, dat is toch Malfoy? Malfidus. Malfidus. Ja, we gaan ook naar... hij is nu alweer aan het opscheppen, ouwe. Mijn vader zegt dat het een crime is als je nog niet bent gekozen om te spelen voor zijn huis met Quidditch. Dat is dat je op zo'n toverstokje zit en dan die balletjes moet gooien en zo'n snitch moet vangen en zo. Know what house you'll be in yet. Ik zeg gewoon, welk huis willen we? Gewoon Gryffindor, hè? Gaan we gewoon voor de main? Uiteindelijk wel, ja. Gewoon voor de basic bitches. Nou, we gaan weg hier. Fuck jou, Malfoy. Stik maar in je conversatie. Stik erin. Vind je nu al niet meer leuk. Hey, je hebt ook een hoed gekocht. Ik heb ook een hoed gekocht. Oh, maar deze. Ik vind het zo funny eruit zien. Kijk hoe het eruit ziet. Ja, die hoed is leuker. Hocus pocus. Hocus pocus. Drink wat. Focus. We moeten weer naar buiten. Dan moeten we weer terug naar Hagrid. Oh, we gaan nu natuurlijk naar het treinstation nu we onze spullen hebben. Maar is het niet een beetje gek om met zo'n outfit gewoon over straat te lopen? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel, hè? Ja, maar dan zeggen we gewoon dat we naar een verkleedfeestje gaan. We gaan gewoon naar carnaval. Ja, is net voorbij, maar dat maakt niet uit. Oké, Hagrid, je gaat echt schrikken hoe wij eruit zien. We zijn echt lijp geworden. Open the gate! Yes! Durf je spreuk met je toverstokkie erbij. Hocus popen, deze deur gaat open. Goed zo. Hey, Hagrid, Matty. Skip jou. Exit, yes. Hier gewoon dag. Lopen we dan met onze outfit hier. Ja. Kijk hoe lijkt het zo. Dit is zo cool in elkaar gezet. Lekker aan je eitje aan het genieten met je bacon en... wat is dit? Is het gewoon brood? Het is gewoon brood met boter. Oh, brood met boter. Pannenkoekjes, natuurlijk. Oh, dat is echt typisch Engels. Hey, bedankt. Hey, bedankt jongens. We gaan naar Zwijnstein en we komen hier nooit meer terug waarschijnlijk. Want in de films komen ze ook weer terug in dit winkeltje. Of in deze pub. Hey, ik denk dat we weer naar... oh, nee, niet. We moeten gewoon lopen. We moeten naar King's Cross Station. Oh, gewoon naar het station. Kijk deze guy een krant lezen dan. Ouwe. Wat staat er in de krant? Oh, die duiven. Wow, wat de hel? Kunnen we de fiets pakken? Nee, jammer. Westmeer, gast, we lopen echt als tovenaren gewoon over de straat. Zullen we ons hoedje even afdoen? Dan zijn we een beetje verdacht. Ja, ja. We doen ons hoedje wel even af. Ja, eventjes... Zo beter, denk ik, toch? Nu hebben we gewoon een netpak aan. Een equip. Ja. Ja, zo zien we er even iets minder. Nu zijn we gewoon in pak, weet je? Want ja. Dat is nog een fantasierijk pak. Een koffertje te hebben, maar... ja. Ik denk dat is... hey, dat is de Big Ben. Wat de beans. Oh, maar deze. We moeten gewoon die kant op. Wat de Ben. De Big Ben. King's Cross Station. Dat ligt helemaal daarachter. Laten wij even daarheen lopen. Kijk, we zijn aangekomen bij King's Cross Station. Aan de kant! Ik wil echt zo'n joch die achter de duif aan rent. Kijk, iedereen lekker chillen hier dan. Wat goed, ouwe. Alright, laten we naar binnen gaan. Welk station was het ook? 13,5, toch? 9,75. Was het 9,75? Was dat het? Ja. Oh. Find a way to get platform 9,75, inderdaad. Ik heb pas op dat we niet over het spoor springen. Ik denk dat het hier links is, hier tussen. Want zeg maar, daar heb je van die muren. En je moet toch zo... Kijk, dat is zie de rode familie al staan. De rode familie. Ron Weasley. Oh, kijk uit voor die treinen. Ook jongen. Oh, ja, nou, daar komt... Links, rechts. Hallo, Wemels. Hallo, wie is Ron van deze? Kijk, deze kijkt met zijn ogen dicht als de vader. Wie is dit? Ik denk deze. Ik denk dat dit Ron is. Dit zijn de broers. Dit is... hoe heet die trut? Weet ik niet. De vriendin van Harry Potter. En dit is Ron. Ja, dit lijkt wel echt heel erg op Ron. Ja. Oh, maar deze. Moet je praten met je moeder? Ja, kun je me vertellen hoe je daar komt? Ja, je hoeft je nergens druk op te maken. Het enige wat je moet doen is recht op de muur aflopen. Niet stoppen en niet bang zijn. Zou ik ervoor gaan? Wacht, ik ga wel eens met praten dat ze het zegt. Oké. Oh, ik kom ook! Oh, my days. Oh, daar zijn we, ja. Daar zijn we. Oh, en hier is het. We kunnen onze hoed weer opdoen. Yes. Laten we onze hoed snel weer opdoen. Goed zo, Robin. We zien er weer echt uit. Alright, speak to the train conductor. Laten we met de conducteur spreken. Hey, dit is... hoe heet hij ook weer? Neville Longbottom. Oh ja, met zijn pad. Ja, met zijn pad inderdaad. Hij is zijn pad ook kwijt. Hij begint er gelijk over. Ik ben mijn pad kwijt. Hey, je krijgt wel €100 hiervoor. Ja, laten we even zoeken. Laten we zijn pad zoeken. Ja, oké. Toadhunt. Quest. Ja, Toadhunt. Laten we die gewoon doen. Ja, er staat search the platform to find Neville's Toad. Ja, dus ik vind het een beetje lullig als hij zijn pad niet terug kan vinden, weet je. Ah, kijk, bijvoorbeeld je kan aan deze persoon nu vragen, I'm looking for a Toad. Hij heeft niks gezien en hij zegt misschien kun je wat mensen vragen verder op het platform. Ja, we gaan verder. Er ligt heel veel geld ook, hier. Hé, hey, dat is zo'n Niffler. Niffler? Oh, ja. What the fuck. Hey, Draco is hier ook weer. Hallo. Gadverdamme, nee, ik mag hem nu al niet. Nee, hij heeft nu al heb jij een pad gezien? Vraag je of hij een pad heeft. Ja, hij heeft hem gezien, aan de andere kant van de trein. Oh, kunnen we er misschien omheen, hier aan deze kant? Goed dat we dat weten nu, want dan kunnen we gewoon omheen lopen. Hier kan je er omheen, zo. Aan de andere kant van de trein heeft hij een pad gezien. Ja, dat zei hij. Oké, hier is een kist. Oh, maar die zit op slot. Chester, die zit op slot, niks aan de hand. Pad! Pad! Hallo! Iemand een pad gezien? Weet ik veel. Heb jij een pad gezien? Vraag jij aan hem, ik ga het dus net zoeken hier. Ja. Oh nee. Wat? Ze hebben gekwaak, of nee, hoe noem je dat? Bovenop de trein hebben ze gehoord. Oh, maar hoe kom je bovenop de trein? Ja, zo. We moeten een beetje parcouren. Ja. Dat is wel leuk gedaan. Een beetje parcouren. Panja. En dan zo. En dan... Ja! Oké. Vind jij hem? Ik ga zoeken. Wacht. Ik ga deze kant eerst op. Misschien dat ik hem hier kan vinden. Ik zie duiven. Oh, hier is een... Nee, hier is geen ladder. Hij is niet aan deze kant. Is hij hier? Collect. Wat? Oh, we hebben hem gevonden. Hij lag gewoon hier, maar we konden hem niet zien. Ah, nou oké. Prima. Laten we snel weer teruggaan naar, Neville. Naar Neville. Hier. Hallo. Heet hij niet Marcus in het Nederlands? Ha, you found him. Thank you very much. Ah, geen probleem. No worries, man. Hier. En we krijgen gewoon 100 doekoes erbij. 100 doekoes. 100 doekoes. Laten we dan gelijk weer de quest aanpassen naar de... Oh, ja, dat doet hij automatisch. Dat doet hij automatisch. Trainconducteur. Oké, laten we met de treinconducteur... Oh, een kat. Oh, my days. Wat heb jij veel detail in je ogen. Hallo. Ja. Hallo, wij willen graag naar Zwijnstein. Ja. Even kijken. Ja, hij zegt dat we een kamertje mogen zoeken. I will do that. Top. Een kamertje. Laten we daar niet mee gaan. Ja, ik denk ik vind deze wel leuk. Nee, hier. Nee, hier zijn twee mensen al. Ah, deze vind ik eigenlijk wel zielig. Kijk hoe verdrietig die kijkt. Hij is zo alleen. Ja, maar ik ben erg op mijn privacy gesteld. Ja, dus die is alleen. Hey, Harry Potter zit hier. Oh, kom, we gaan vrienden maken. Nee. Hallo. Gast, dan gaan we dood. Hey, Hermelien. Iedereen, behalve Hermeline en Ron van zijn vrienden, gaat basically dood. Nah. Laten ze niet bij Harry Potter chillen. Stik erin. Hier, we gaan maar die ene kaart. Dat vond ik zo sneu. Hallo. Hallo. We komen bij jou. Hoezo kom je niet mee? Ik ga hier alleen zitten. Nee, kom nou. Oh, find an empty. We moeten een empty vinden. Oh. Ah, zo simpel zie ik dat voor die ene guy. Ach, zeg maar, je bent niet Harry Potter, maar hij is er wel, weet je? Leuk dat je eigenlijk je eigen karakter gewoon bent. Ja, precies. Wij zijn eigenlijk gewoon dus studenten. Ja, en zo komen wij aan bij Hogwarts. Ja, bij Hogwarts in de buurt, basically. Nou, laten we naar buiten gaan. Zo, met de trein. Oh, wat goed, ouwe. Waar is Hagrid? Aan de andere kant. Ja, daar staat hij. Hey, Hagrid. We moeten met Hagrid praten, jongens. Oh, maar ik heb hier de AliExpress Harry Potter gevonden. Zie je hem? Wacht, kijk deze. Hagrid zegt dat iedere eerste jaar hem moet volgen. Alright, prima. Ik volg je. Mag je heen dan? Right then, first years. Ja, dat zijn wij. Ja, met z'n tweeën. Oké, we moeten alleen volgen naar de boot. Gewoon naar de boten moeten we hem volgen. Ga je dan ook nog lopen, Hagrid? Don't be shy. Ja, ik weet het, maar dan moet je wel gaan lopen. Dat is zeg maar het ding. Follow me. Oh, hierheen. Waarschijnlijk. Alright jongens, blijkbaar is het dus een glitch nu helaas. Maar dat maakt niet uit. Hagrid zou normaal nu naar de boten moeten lopen. Wij moeten hem volgen. Maar we gaan wel... Hagrid, weet je, ik weet dat je last van je knie hebt. Maar gaan we gewoon zelf naar de boten. Maak je geen zorgen. We zien daar wel. En normaal loopt hij dit stuk. Dat is dit mooi, ouwe. Dit gebied. Hey, niet normaal. Hé, kies die bloeten. Oh, er zit een chocoladefrok in. Thanks. Oh, je hebt hem al leeg. Je hebt hem gewoon genakt. Ja, hoezo? Je hebt er ook al één hoor. Ja, oké. Dat klopt trouwens. Ja, en ik ga deze ook lekker pakken. Ga je serieus pakken? Godverdikke. Hé, Red Power. Voor mij. Oké, laten we rustig richting de bootjes lopen in dit prachtige landschap. En dan vanaf daar moeten we... Oh, daar is het al trouwens. Daar is de haven. Hey, oh, is dit een grote kist die we kunnen looten? Ja. Coins. Dan mag jij de kaas en het perkament. Mag jij hebben. Kijk, perkamenten zit erin. Alright, we zijn aangekomen bij de boten. Bij de boothouse. Moeten we dan een bootje instappen? Of... Hey, daar zit Harry Potter weer volgens mij, of niet? Nee. Laten we gewoon het bootje instappen. En naar Hogwarts gaan, I guess, right? Ja. Oké, let's go. Kijk, daar gaan we. Kijk, Hagrid is gewoon zo groot dat hij in zijn eentje in één boot moet. Oh, bij deze ouwe. Welcome to Hogwarts, ouwe. Wow, wat is dit ontzettend lijp. We zijn gewoon bij Zwijnstein, bij Hogwarts aangekomen. Verkende torens, de turrets, wauw. Verdwaal in de verboden bos, weet ik wat ze allemaal zeggen. Oh my days. Ontdek de mysteries van het kasteel en zijn grond en zijn omgeving en weet ik wat allemaal eromheen. Wauw. Ja, gewoon wauw. Gewoon wauw inderdaad, ja. Daar zijn we dan. Aangekomen bij Hogwarts, bij de boothouse hier. Eindelijk. Oh my, deze is de eerste point of view. Wow. Gast. Wat lijp. Hallo Hagrid. Jezus, wat is die muziek luid. Alright, we hebben de muziek even wat zachter of vrijwel uitgezet in verband met copyright. Ik wil niet dat er een claim komt hierop. Maar loop naar het kasteel, ouwe. Ik snap dat jullie aan het kijken zijn met z'n tweeën daarnaar. Niet normaal. Dit ziet er zo goed uit. Oh, hallo. We gaan even een stukje lopen. En dan komen we aan. En ik denk dat het eerste wat er gaat gebeuren, net zoals in de films, die blaadjes, is dat we waarschijnlijk naar het grote kamer gaan, die hoed op krijgen. En dan krijg je je dinges gekozen natuurlijk. Ja. Hoe heet dat? Niet je klas, maar je... Sorting het. Ja, gewoon je groep, zeg maar. Je groep als daar, waarbij welk team je hoort. Of het nou bij Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin en Ravenclaw was het volgens mij. Ja. Ik hoop gewoon, ik wil een basic bitch zijn. Ik wil gewoon terecht bij Gryffindor. Gast, wat zie ik dit? Dit is gewoon echt gewoon precies Harry Potter. Volgens mij is dit die grote hal, of niet? Oh, Dobby! Ah. Ja, dit is 2 Dobby's zelfs. Nog een Dobby! Hé, dat is er! Hoe heet ze ook alweer? Nou, ze gaat waarschijnlijk even met ons kletsen. McGonagall. Ah, welcome to Hogwarts. Nou, dankjewel, McGonagall. In een moment zal je doorgaan naar deze volgende kamer en zal je met je klasmeten herenigen. Maar voordat je dat gaat doen, moet je een plekje uitkiezen. En dan word je gesorteerd door die sorting hat bij het huis waar je terechtkomt. Je hebt Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw en Slytherin. Dat is precies wat ik net zei. We zijn ready. Let's go. We moeten er volgen. Gast. Kijk die standbeelden op het einde. Dat is precies vanuit het laatste deel ook. Kijk, ja, daar gaan we. Daar lopen we. Door naar de kijk, die kaarsjes ook vliegen. Ik ben zo benieuwd naar Dumbledore. Dat is natuurlijk daar staat hij al. De OP guy gewoon. Kijk, Hagrid. Kijk, Hagrid is echt een unit, ouwe. Wat ontzettend leuk gedaan dit. Echt waar. Maar wij lopen er niet tussen. Dat vind ik nou weer net jammer. Kijk, daar links heb je ook Snape. Rest in peace. Oh, inderdaad. Free Alan Rickman. Hé, daar heb je hem. Welkom, welkom. Tot op volgend jaar, Hogwarts. Laat de sortingsceremonie beginnen. Ja, joepie. Hé, kijk, daar staan we. Hey. Oh, Oké, wait for your turn to be sorted. Oké, ik wacht wel. We gaan rustig aan. Oh, ik ben eerst. Echt? Moet jij? Ja. Oh, ga maar. Doe je eigen goedje af. Eigen goedje af. Oh, maakt niet uit. Hoeft niet. Oh, ik moet eerlijke antwoorden. En dan word ik gesorteerd. Wat ik moet echt vragen antwoorden. Oh. Hoe zou jij herkend willen worden in de geschiedenis? The wise, the good, the great, the bold. Wat wil je? Ik wil the great. The great? Ja. Wat waardeer je het meest? Vrijheid, alleen zijn, community en ambition. Nou, ambition. Ambition, oké. Wat vind je het irritantst als mensen jou zo gaan noemen? Selfish, dus dat is... Wat is selfish ook weer? Egoïstisch. Egoïstisch. Een mietje, ordinair en ignorant. Wat is ignorant? Dat. Oké. Dat zou ik wil gewoon hetzelfde beetje zijn, want ik wil gewoon bij dezelfde house als jou terechtkomen. Ik ga gewoon hetzelfde worden. Ik doe selfish. Oké. Als je een potion kan creëren. Ze chillen trouwens. Wat goed, ouwe. Oh, kijk, dat is die van de plant dinges. Ja, daar links. Dat is die kleine. Rechts die conciërge. Oh. Ja, met zijn kat. Ja. Even kijken. Als je een potion kon creëren, wat zou je dan doen? Liefde, wijsheid, power of glory? Wijsheid. Wijsheid, ja. Wat vind je het moeilijkste om mee om te gaan? Straffen? We doen wel even deze vraag gewoon invullen. En daarna dan zie je wel waar we terechtkomen. Oké, ik ben klaar. Ja. Let me think. Laat me denken. Ik ga jou stoppen in... Hufflepuff! Hufflepuff! Nee! We wilden bij Gryffindor, dan komen we bij Hufflepuff. Oh. Yay! Hufflepuff! Waar zitten jullie? Hufflepuff weet ik veel. Ik ga ook altijd... Zou ik dezelfde doen? Of... Ja, we willen wel dezelfde klas, hè? Dus ik... Moet ik ook in Hufflepuff, ouwe. Oké, ik wil herinnerd worden als... Jij had de Great, hè? Ja. The Great. A few moments later. Let me think. I better put you in. Hufflepuff! Yay! We zitten allebei in Hufflepuff. Laat het feest beginnen. Yeah! Ik wilde heel graag dat ik even door, maar Hufflepuff vind ik ook helemaal lijp, jongens. Oeh, kijk. Daar gaan we. Oh, kijk, ons eten. Oh, ons chappen. Nou, laten we even gaan chappen. Waar is Hufflepuff? Common room. Speak to your... Oké, we moeten tot de leider van ons huis spreken. Oh, dus we hebben de hele tafel helemaal rechts. Dat is heel veel puff. Maar in de films is dat Slytherin volgens mij dit, toch? Het huis helemaal rechts. Kijk, daar hebben we hem. Oh, maar zit Harry Potter hier. Kijk, hier heb je hem. Hier, kijk. Hallo, Harry Potter en Ron. En, hallo. Wie is Neville? Die tandjes van Neville, ook echt dat mooitje. Ja. Wij moeten hier naartoe. Hallo. Hij is onze klasse oudste. Daar komt het op neer. Oké, we moeten met Fred en George van Gryffindor praten, Robin. Oh, ja, die zag ik hier al staan. Maar, Robin. Ja. Onze spels en onze klassen en alle oefeningen die we gaan doen, gaat in de volgende aflevering zijn. Oh, wat spannend. Want voor nu, jongens, ga ik deze aflevering afsluiten. Wil je dit nou vaker zien? Laat het zeker even weten in de reacties. En like ook even, want bij 3000 likes komt er een deel 3. En ik wil heel graag een deel 3. Heel graag een deel 3 opnemen. Maar voor nu, dank jullie wel voor het kijken in deze video. Wat wil je zeggen? Deel 3. Deel 2. Zei ik deel 3? Ja, zei het 2 keer deel 3. Oh, deel 2. Ik bedoelde deel 2. Voor nu spreek je later glaasje water tot het 4 flesje bier. Kijk ook zeker even deze video. Ik weet niet wat het gaat zijn, maar dit is ook gewoon een hele leuke video om even te kijken. Spreek je later glaasje water tot het 4 flesje bier.